We zijn hier bij de familie In het Hof. Zij hebben gekozen voor de Marlon CST Heatcard 100. Hoe bevalt deze tot nu toe? Tot zover is het een prima dak. Het is heel licht. En toch, ik heb het idee dat het niet warmer is dan normaal. En bevalt prima. Er is gekozen voor veel licht in de stal. Vanwaar deze keuze? Onze vorige stal die was nogal donker. Met gewone lichtplaten erin. Maar het bleef een donkere stal en de tochtigheid was hier een groot probleem. De vruchtbaarheid. En dat is hier aanzienlijk verbeterd nu we dit dak hebben. Ontloopt er maar geen eentje. Dat dacht ik niet. Dus wat je eigenlijk aangeeft is dat de tochtigheid bij de koeien op dit moment door het daglicht beter zichtbaar is? Ja. Mede door het daklicht, maar vooral door het daklicht denk ik ja. Ja. Er is nu ervaring met het daglicht in de stal. Wat valt je zo al op bij je koeien? De koeien zijn rustiger dan voorheen. In de oude stal, als je dan in de stal kwam, sprongen er nog heel wat in de benen. Maar ik heb het idee dat met dit lichte dak, dat de koeien rustiger zijn. En je gaat met plezier de stal in zelf ook, maar het is altijd licht. En het werkt fijn, moet ik zeggen. Beter voor de koeien, beter voor de veehouder als ik het goed begrijp. En prettig werk in deze stal. Ja, zo kun je het wel omschrijven, ja.